Op de A27 bij Oosterhout zijn dinsdagavond twee mensen gewond geraakt bij een ongeval. Rond 9:15 botste in de rijrichting van Gorkum vier voertuigen achter op elkaar. Twee inzittenden van een bestelbus kwamen daarbij bekneld te zitten en moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn vervolgens met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Ook een traumahelikopter kwam ter plekke om hulp te verlenen. De inzittenden van de andere drie voertuigen raakten niet gewond en de weg werd na het ongeval volledig afgesloten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.